erfelijke kenmerken van mensen, dieren en planten worden doorgegeven via het DNA. Bij mensen is DNA verdeeld over 46 chromosomen. 23 ervan erf je van je moeder en 23 van je vader. En die 2×23 chromosomen vormen chromosoomparen. Een van die paren, het 23ste, is wat specialer. Dat koppel chromosomen bepaalt jouw biologisch geslacht. Meisjes hebben twee X-chromosomen en jongens een X- en een Y-chromosoom. Y-chromosomen worden van vader op zoon doorgegeven. En dat Y-chromosoom verandert bijna niet. Dus een man, zijn vader, die heeft hetzelfde Y-chromosoom. En ook zijn vaders vader. En ook die zijn vader. Maar ook de broer van zijn vader en diens zoon, zijn neef. Je kan dus met dat Y-chromosoom tot eeuwen terug stambomen maken. Van vader op zoon. Met het Y-chromosoom zouden we ook cold cases kunnen oplossen. We identificeren de onbekende dader dan via zijn mannelijke familieleden. Maar biologisch gezien geeft dat Y-chromosoom mannen ook een genetisch nadeel. Want op het X-chromosoom liggen een aantal erfelijke kenmerken die niet op het Y-chromosoom liggen. Bijvoorbeeld het gen om kleuren te zien. Dat ligt op het X-chromosoom. En kijk, het Y-chromosoom is net wat korter en dat deel ontbreekt hier. Op zich geen enkel probleem, tenzij er hier bij dat gen om kleuren te zien een foutje zit. Vrouwen hebben nog hun andere X om dat te compenseren, maar mannen niet. Als er hier een probleem is met het gen om kleuren te zien, is die man kleurenblind. Daarom is het beter om twee X-chromosomen te hebben.